deze weer zaterdag. Ik voor me. Doe de deur nou open! Ik ben de code vergeten. Dan staan we voor de deur. Wat is de code van de deur? Je weet toch de code van de deur wel? Nee, die ben ik vergeten. Hoe ben je nou de code van de studio vergeten? Dus weet jij nog wanneer ik jarig was? Weet jij nog wanneer? Ja, je weet het wel, want je bent toch elk jaar op hetzelfde jaar? Dat is toch elk jaar hetzelfde? Dat weet je toch? Nee. 2 jaar geleden was ik op zondag jarig en vorig jaar op maandag. Ja, maar de datum is toch hetzelfde? Oh, jongen! Hey, Heb je nog niet begonnen? Nee, die waren jullie voor de deur. Ja, jullie naar binnen. Nee. Is de code vergeten van de deur? De code? Ja, dat vindt de code. Is de code in mij? Ben jij de code, Toos? Nee, ik heb geen idee. Ik had mijn geboorte. We zijn binnen. Jongen, wat een zootje. Die hele voordeur ligt eruit. Alles aan barrels. Nou, wat is er? Ik weet hem weer. Wat weet je weer? De pincode. Hij schoot mijn neus te binnen. Komt hij nou mee? Meneer, de grote pincode? Nou, dat mag ik niet zeggen. Nee, dat mag je niet zeggen. Je mag alles van me weten, behalve mijn pincode. Je hebt het toch al net gezegd. Je hebt net gezegd dat de pincode, dat is je geboortedatum. Wat is uw geboortedatum dan, meneer de Groot? 1801. 1801. Maar wat is vandaag? Nou weten we alles. Ja, dat is niet. Ja, Toost, heb je gelijk. Dat is vandaag. Dat is vandaag. Wat is vandaag? Zet hem dan los en recht overeind of zo. Kom op, red het werk nou even mee. Even helpen. Open Joop, help even die deur. Zet je hem even los ervoor dat het gat. Het is maar dat de kou eruit blijft. Laat die een beetje. Niet meer aankomen, mensen. Dan gaan we nu gauw beginnen verder met het programma. Zal ik eerst wat te drinken? Laten we nou eerst het programma even doen. Kom op nou, mensen. Dan gaan we dadelijk gaan met vieren. Hebben we nou geen tijd. Zitten mensen thuis te luisteren die verwachten een briljante uitzending. Heb je nou weer aan die deur? Oh, voorzichtig met de deur! Zag die niet aan! De deur staat er los in! Ja, daar heb ik geweldig in natuurlijk. Ja, hele goedemiddag overigens. Goedemiddag. Ik klop en de deur valt al binnen. Nou, zet hem even weer terug, die deur. Kan je niet zien aan de buitenkant. Nee, zet hem nou even weer terug, die deur. Ik heb de deur eruit.
Dat houdt u wel. Oké, Henk Dulles, wat is er? Wat kom je doen? Henk Dulles, heb u gehoord dat Wim grootjarig is vandaag? Wat zegt u nou? Grootjarig? De Joekeloerissen staan op de gang. Die wordt even in Joekeloerissen. Nou, Henk, doe dat nou. De deur, kijk uit, de deur staat los. Lang zal hij leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Oké, nou dat was het, hè, maar jongens, we gaan met het programma. Mensen, zullen we dat nou niet meer verheren? Lang zal hij leven, lang zal hij leven in de gloria, nou, de hele in de gloria, in de gloria, in de gloria. Wat hoor ik? Hé, de groot, wat is, wat hoor ik nou? Dat is mijn mobieltje. Krijgen we nou dat mobieltje? Wat een chaotisch begin van de uitzending nou alweer gelijk. Wie nou weer aan die telefoon? Met de groot. Hai, boerenloon. Hoi, fietsen. De fietsen, hè. Van de bakfietsen. Hai, gefeliciteerd, hè. Hoi, dankjewel, ja, zeg. Ja, ik hoor het net op de radio, hè. Wat gaaf, ben je jarig vandaag. Ja, dat zeggen ze, joh. Ja, wat gaaf, joh. Hij luistert, ik heb een verrassing. Oh, ja? Ja, we zitten hier namelijk toevallig met de buren. Oh, ja, wat we hebben hem al niet gestudeerd. Ja, waar is de jongen daar aan, hè? Hang nou op, je groot. Wat moeten we daar? Afronden! Oké. Bedankt voor het bellen. Oh ja, hartstikke leuk. De groot, hang nou op met die telefoon. Is die voor elkaar ook in de buurt? Nee, die staat naast mij, die heb ik laten zien. Ik heb het helemaal niet, hang nou op. Nee, maar hij vraagt nou je ding. De groot, ik wil hem helemaal niet aan de telefoon. Ja, maar het is een vriend van mij. Het is een vriend, doe toch elke keer met die wiets aan die telefoon. Ik kan toch niet zomaar een telefoon op. Geef hier, hallo. Hallo, met voor elkaar. Jij, boerenloon. Ja, van de bakfietsen. Wat is er dan gebeurd? Van de week, hè? Ja. Ik rij met mijn bakfiets. Ja. Rij ik op de snelweg, weet je wel. Oh, dus ik rij bij jullie snelweg. Ja, natuurlijk. Dat hoeft nou niet. Ja, over die snelweg. Nou, en toen? Ik kijk, politie natuurlijk achter je. Een motor met jongen. Ik ben niet zo geïnteresseerd. Die maakt gebaren tegen mij, weet je wel. Van stoppen. Stoppen natuurlijk. Even stoppen, weet je wel. Dus jij stopt. Dus ik denk, laat ik maar even stoppen, weet je wel. Heel fijn, we staan zo aan de kant van de weg. Op de vluchtstrook. Toen zegt die smeris tegen mij, hij zegt, weten wij niet waar het fietspad is? Oh, je moest op het fietspad. Die agent zegt tegen mij, weten wij niet waar het fietspad is? En wist hij niet? Ja, dat zegt hij niet tegen zijn vrouw. Wat denk je wat ik tegen hem toen zei? Ik ben razend nieuwsgierig. Ik zeg, nou, ik weet wel waar het fietspad is, maar ik denk niet dat jij erop mag met die motor met zijn. We hebben het gehoord, we gaan ophangen. Gelukkig. Ja, maar wacht even, we nemen natuurlijk
gepaste wijze afscheid. Nou, dat hoeft niet. Mensen, dan gaan we nog een keer. Wat gaan we doen? Voor meneer de Grote. Nee, maar ja, Weer, maar ik word daar gek van. Weer mee. Lang zal die mee, hoor. Mensen, ik kan het niet meer horen. Nou, dat is de Grote. Gezellig, hè, dit. Doe dat, de Grote. Ja. Doe het raam dicht! Raam dicht! Ja. Doe het raam dicht! Van de tocht. Ja, doe het raam dicht! Komt-ie! Maar je hebt je wat in te voor meneer Koos Hamerteen. Koos Hamerteen? Wie is Koos Hamerteen? Wat? In verband met de verkiezingen van... Oh, waar is die? Waar komt die? Daar heb je hem over. Zijn de deur, de voorzitter met de voorzitter met de deur. Ja, maar dat kan iedereen toch. Meneer Hamer, dat ziet u toch. Dat is garneren. Ik heb het nou niet. Ik ga hem believen. De deur erin te zetten. Ja, ik ben er al. Ja, even van onder. Zet even die deur erin. Excuus meneer Hamer, thee. Maar die gek nog even. Ja, mensen, ja, laat maar staan nou. Dat is goed. Meneer Hamersteen. Hamerteen. Hamerteen. Ja, daar ben je. Hamerteen. Hamerteen. U bent voorzitter van een stemlokaal, begrijp ik. Wie? U. U bent de voorzitter van een stemlokaal. Oh ja? Oh, wat leuk. Ik ben gek op muziek. Nee, muziek. Nee, het gaat. De verkiezingen. Oh, wacht, ja. Ja, nee, natuurlijk, ja. Daar heb ik, ja, nee, nou weet ik het alweer, ja. Want mijn, ze hebben mij gebeld of ik bij mij thuis een stemlokaal wou ik. Ja, nou begrijp ik. Dat bedoel ik. Dat is inderdaad, is dat Aalsen de Woensdag? Dat is Aalsen de Woensdag, ja. Dan mag ik wel, mag ik de boel wel even leegmaken, hè. Want het is bij me thuis in de alkoof. In de alkoof? Ja, in de bedstee. Ik heb thuis heb ik nog zo'n ouderwetse bedstee, weet u wel. Bedstee? Ja, dat is natuurlijk geweldig als om voor een stemhokje te gebruiken. Maar er zit al van, die kennen u toch wel, die oude bedsteeën van vroeger. Oh. Zitten met die deuren. Oh, ja. Oh, juist, ja. Dat had je vroeger. Mijn vrouw en ik slapen daar nog steeds. Hoeveel mensen komen er stemmen in die bedstee? Twee? Ja, nou, tenzij er één ziek is, dan komt er maar één. Maar die ene kan die andere dan weer machtigen. Machtigen, ja. Om toch, dus dan kan die twee keer zijn stem uitbrengen. Ja, maar dat is dan dus een heel klein dorp waar u een klein dorp, stem ja, twee boeren wonen. Twee boer Harris en boer Gerard. Boer Gerard. En die gaat u dus verbouwen. Nou, we hoeven niet zoveel te verbouwen, want de bedstee is eigenlijk een ideaal stemlokaal. Je gaat erin. Ja. En dan doe je de deurtjes dicht. Ja, waarom gaan de en dan kun je op je gemak stemmen. Of vanwege de privacy natuurlijk. Hè, dat je geheimhouding. Helemaal in geheim. Ze klimmen in de bedstee en in de bedstee kunnen ze stemmen, het stembiljet invullen natuurlijk. Nee, er is geen stembiljet. Nee, want dat heeft geen nut, want je kan het niet zien in het donker natuurlijk. Is het donker? Ja, omdat die deurtjes dicht zijn natuurlijk. Ja, dus je kan niet zien in het stembiljet. Nou, dat doet men met mijn vrouw, doen ze dat. Met uw vrouw? Die ligt in de bedstee. Als ze komen in de bed en dan ligt mijn vrouw ligt daar vrouw en dan kunnen ze daar, al vertellen op wie ze gaan stemmen. En zij onthoudt dat. Begrijp ja, maar dat is toch niet de moeite om een heel stemlokaal om open te gaan? Nou, dat kan je toch, ja. Nou, dat ja, is toch in je... twee minuten klaar? Nee, we hebben wel de hele dag. We zijn de hele dag bezig. Maar er komen hooguit twee mensen langs. Als er één ziek is, komt er één langs. Maar de hele dag ben je daar toch op? Ja, je bent toch. De hele dag. We gaan 's morgens om 8:00 open en dan zijn we blij als we om 6:00 als we de zaak rond hebben. Waarom duurt het al zo lang bij u? Mevrouw, de gehoorapparaat is stuk. Interview van niks, dat ging... Ja, een man met een stemhockey met een bedstee bij 2 meter. Wat is dat? Daar hebben we ook nog belangrijke gasten. Ik was vergeten u te bellen dat de
ijskast leeg is. Ja, ijskast? Nou, ja, ijskast is leeg. Joop, nee, dat heb ik. Ik heb daar over gebeld. Ja, hoor. Ik heb de groothandel. Die komt zo meteen langs. En melk en melk en kaas. Kaas. Ja, hoor. Komt goed. Dat wordt zo gebracht. Goedemiddag, de groothandel. Waar kan ik die spullen? Waar kan ik het neerzetten? Doe je maar in de ijskast. Wat moeten we met al die flessen whisky en je denkt, moet ik allemaal, wat wie bestelt dat nou allemaal? Heb, ja, ik heb hier de bestelling binnen, hier, dit is de lijst, hier, jenever, whisky, ouwe klaar, bier. Ik heb alleen maar melk en kaas en eier en brood. Brood, maar dat staat er niet op, dat heb ik niet. Wat hebben jullie allemaal besteld? Ik heb gewoon, wat heb je dan doorgegeven? Wat was het ook, de kaas? Kaas en eier en melk. Lekker, lekker veel kaas zeg ik nog. Ik heb het goed door. Neem mee die rommel terug. Ik heb het net uitgelaten. Ik naar de groothandel gaan. Met al die heel gesjouwd die dingen. Ik ga toch niet met een kelder vol met drank zitten hier. Je bent voor een feestje. Een feestje, dat cijfers in Amsterdam. Op Koninginnedag nog die mensen. Dat kunnen we toch niet. Kom op, het komt wel op een keer. Ja, ik kan eventueel wel nabezorgen dat ik het straks moet brengen. Maar dat wordt na zessen dan. Na zessen, maar we hebben het nu voor de lunch. We gaan er niet vanavond brood in krijgen. Ik heb straks over een uur heb ik keyboard. Moet ik op keyboardles? Keyboardles? Wat en dan, is keyboard? Ja, ik speel keyboard namelijk. Keyboard? Ja, in mijn vrije tijd ben ik keyboardles. En dan zit er, heb ik dus geen tijd om te bezorgen. Nee, dat doet u een beetje goed al. Op het keyboard spelen? Nou, ik heb een paar lessen gehad. Het gaat al, ja, het gaat al heel aardig. Het gaat al heel goed. Maar kan u dan niet even blijven? Want we krijgen direct de zwakste schakel. En dan kan iemand weer keyboard doen. Keyboard, wat keyboard, dan ik het keyboard. Dan zit je nou te groot van binnen, wat regen, wat nou zwakste schakel? Dat heb ik geproduceerd. Wat? De zwakste schakel. Krijgen we nu de zwakste schakel? Ja, heb de Tros gevraagd of wij ook een aflevering kunnen doen. Oh, dat wist ik niet. Oh, we krijgen nu de aflevering van Sascha Benizander, hoe heet ze ook alweer? Ja, nee, Morali. Sascha Morali. Ja, maar die kon niet, Dick. Die kon vandaag niet. Die kon niet? Wat hoe ik dat? De zwakste schakel en die Sascha dinges, hoe heet ze? Morali. Die komt niet. Nee, er is wat tussengekomen. Oh, dat heb ik zo vaak. Oh, wat heb je dan? Dat er even iets tussenkomt. Wat doen we nou, de groot? Dat Bip de vraag gesteld, dat lijkt me. Ja, jij Bip. Oh, wat een goed idee. Dus Bip is Sascha Morali. Ja, ik lijk er ook wel een beetje op. Ik ga het niet zeggen, vraag tegen mij. Dag, mevrouw Morali. Dan denken ze het wel. Sascha, dag, mevrouw Morali. Dat lijkt me dat wij dezelfde stem hebben natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dezelfde stem. Dat lijkt het me een goed idee, Dick, dat die man van de groothandel dat keyboard even speelt. Want dat is gelijk de tunes. Over de tunes? Ja, ja. Wat zijn dat voor die harde tunes in de tunes? Zou je dat op het keyboard kunnen spelen dan? Ik heb natuurlijk nog maar een paar lessen gehad, maar ik kan het proberen. Nou, hoe kunnen we dat gaan doen? Mag u hem even uit de wagen? Ja, ik heb hem bij me, want ik moet naar les, dus zo doen. Pak u even dat keyboard, dan gaan wij Even instellen. Ja, maar even dit is hem niet. Wacht even. Ik ben er klaar voor. Van mij Kenny. Dit is toch niet de tune van Schakels? Wat is dit nou voor een flauwekul liedje?
Dit zijn de kandidaten die zich voorbereiden op het programma van vanavond. Slechts één van hen kan het prijzengeld van maximaal 10.000 euro winnen. Zij zullen door hun teamgenoten worden weggestemd als de zwakste schakel. Ja, goedenavond. Ik ben Valse Sascha. Hier komt vraag 1. Meneer De Groot, hoe heet de vader van John de Mol junior? Dat is de vraag. John de Mol junior. Weet je het? Ik heb erg slim is hij niet, hè? De vader van John de Mol junior. Albert Mol? Jee! En dat is goed! Nou nee, dat is helemaal fout! Dat is niet het verstand van een konijn! De vader van John de Mol junior! Die heet toch niet Albert Mol? Nee, dat is fout! Beter groot. Nou, John de Mol junior en die zijn vader. Ze hebben rent, hoor. Kom op, toch gek te worden. Tijd loopt me door. Kom op, de vader van John de Mol junior. Ja, hoe heet nou de vader? De vader van John de Mol junior. Wel, ik ken wel de moeder van John de Mol junior. De moeder? De moeder van John de Mol junior? Linda de Mol senior. Ja, en dat is goed. Wel, de stomste antwoord wat ik ooit gehoord heb. Hey, Sascha, kom ik er nog een keer aan de beurt? Of blijf ik hier voor jou joker staan? Je bek die houdt, ouwe lul, dan kan je oprotten. Wat zegt ze? Nou, dat als u uw bek niet houdt, ouwe lul, dat je op kan roepen. Hey, nou wordt die mooi! Hey, nou wordt die vrij! Dat zal even lekker worden! Dat is nog niet te geloven! Ik speel voor de aarde! Ze kent allemaal, ze kent de boom hier! Zijn verjaardag. Zijn verjaardag. Ondanks de festiviteiten. Ja. De 30 seconden van meneer De Groot. We gaan even luisteren. Hallo, Vince. Het is de verjaardag, dus laten we ons even opofferen. Niet waar, één keer per jaar moet kunnen. Dan heb je de jarige meneer De Groot. Ja, nou, we gaan dat voortvatten. Op deze heugelijke dag toch een beetje een trieste mededeling. Hoe kan dat nou? Op een heugelijke dag en een trieste mededeling. Wat gaat er gebeuren dan? Dat gaat niet gebeuren. De prijsvraag gaat niet door. Wat? De prijsvraag gaat niet door? Nee, nou, dat doen we nou nog eens een goede mededeling, zeg. Dat doen we nog eens een verjaardagscadeautje van de bovenste plank. De prijsvraag gaat niet door. Nee, dikke Leo is met vakantie. Dikke Leo is met vakantie. Zes weken, dat belachelijk is. Wie gaat er nou binnen in het radioseizoen 6 weken met vakantie? Maar goed, we zijn al lang blij. Wegwezen, 6 weken lang. Geen dikke Leo. Hij is over 3 weken weer terug, hè? Hij is over 3. En je zegt hij is 6 weken? Ja, maar dan waren er 3 voorwaardelijk. Er waren 3 voorwaardelijk. Wil je het nog niet horen op de radio? Dan heb ik even een schandaal. Mensen, we gaan afsluiten. Het was een chaotisch toch alweer. Dan kunnen we de feesten beginnen. De bars kunnen open. Nee, ome Joop, laten we nou niet. De fles uit de kast, mensen. We gooien er zoveel mogelijk drank in. Laten we nou beschaafd houden. De wijven kunnen ook jam. Mensen, dit kan toch niet. Ome Joop, dit is toch geen verjaardag. We kunnen toch niet met een chaos. Zal ik voor jou wat insteken? Nee, ik wil er niks mee te maken. Nee, ik ga naar huis. Ik ben één keer per jaar. Ik ben er van tussen. Goedemiddag.